Vandaag werd de wedstrijd gespeeld tussen Reuny en Fios Belderum. Allebei koploper in de vierde klasse C. Bert Verlosser, vandaag wist je aan de langste eind te trekken. Hetzelfde als in Belderum met 3-0. Die stand had eigenlijk ook met rust al op het scorebord kunnen staan. Ja, maar ik vond wat ik goed vind is de gretigheid waarmee die wedstrijd begint. Want daar lag misschien wel de sleutel van succes. We maken 1 goal, dan hadden er eigenlijk 2 moeten zijn. De laatste fase van de eerste helft valt de druk bij ons wat weg. En dan weet je dat Fios nog een paar keer gevaarlijk kan worden. Maar echt uitgespeelde kansen hebben ze in mijn optiek niet gehad. Ja, misschien in de slotfase een vrije kopkans. Nou, in de rust hebben we gezegd, joh, probeer die druk erop te houden en probeer de 2-0 te maken. En dan gaan we die wedstrijd winnen. Maar wat ik leuk vind is, ik heb een groep van 20 man. En ik heb gewoon moeite wie ik erop moet zetten. Want ik heb mijn 2 topscorers spelen gewoon niet. Die staan gewoon niet in de basis van Donklaar en Geerlichs. Maar die zijn vandaag wel weer belangrijk wanneer ze binnengebracht worden. En ik vind wel leuk dat een jongen als Joep gewoon in de spits gewoon die eerste goal maakt in de wedstrijd. Nou, als ik Herman een beetje fit hou en die andere jongens, ik wil niemand tekort doen, maar het is gewoon echt een teamprestatie van mijn team. En vorig jaar was het wel eens anders en ik heb nu een veel gretige Reuny en dat vind ik wel leuk. Je zegt al je topscorer op de bank, Jorre Geerlings. Na een kwartier in de 2-0 breng je Jorre Geerlings. De eerste balkendag gelijk de 2-0. Ja, ik had Jorn eigenlijk nooit gewisseld, maar even een keer, is hij, was een paar weken, was hij niet in goede doen. Toen zei die trainer, geef me even wat rust in de loente. Ik zeg, de Jorn Geerlings gaat nog heel belangrijk worden voor mij dit seizoen. En ik vind het wel lekker om hem te brengen. Maar normaal gesproken kan het niet, hè, dat je 2 topscorers op de bank hebt zitten in de vierde klasse. 20 minuten voor tijd, beslist je duel 3-0, Pascal Hermans. Ja, kopbal, nou mooi. Hij is eigenlijk geen laatste man, maar staat dit jaar laatste man. Maakt een goede goal. En 3-0, we hebben 3 punten erbij en we staan nu even los van Fios en van Lochem. En het zijn nog 6 finales en we gaan van week naar week, van wedstrijd naar wedstrijd. Dit is gewoon maar een tussenrapport. Nou, voor dit tussenexamen zijn ze meer dan geslaagd, denk ik. Vorige week de uitwedstrijd bij GVV, lastige tegenstander. Wij spelen thuis, want we hebben al uitgespeeld. Want GVV, volgens mij spelen we nu nog 2 keer thuis voor Pasen. Ja, daar hebben we uit van verloren, dus we weten wat ons te doen staat. Maar er zijn nog wel, wij winnen niet alles makkelijk. Wij moeten echt 120% gemotiveerd zijn, concentratie erbij. Maar ik ben voor de prestatie van vandaag meer dan trots op mijn team. De prijzen zijn nog niet verdeeld, maar 3 per de voorsprong geeft toch wel een... Over prijzen heb ik het niet. We hebben 1 prijs gepakt, dat is de eerste periodetitel. We willen zo lang mogelijk meedoen. We gaan van wedstrijd naar wedstrijd. En dat zeg ik ook elke dinsdag en donderdag in de kleedkamer. En we moeten het als team doen. We hebben alle 20 mensen nog keihard nodig. Dus, en dit is gewoon weer...